om hier samen met onkel Freekje te staan. En we gaan met elkaar dank zeggen voor het feit dat we hier met elkaar zijn. In deze formatie, want het is wel even heel bijzonder. Dat papa en mama er zijn, maar ook gewoon dat ze er gewoon zijn en dat jullie er zijn. En zelfs Wout is er. Dus ja, dat willen we wel meer. Maar het is gewoon hartstikke leuk. We missen wel vier mensen die we het liefst ook nog erbij hadden en nog een vijfde. Een vijfde weet onze Thierry, maar goed, die nemen we in gedachten mee. Nog eentje zesde. Oh ja, we missen ook nog de familie Jordan. Ja, maar ook voor hun nemen we wat mee. En natuurlijk die vier pareltjes aan de andere kant van de oceaan. Maar goed, die hebben we de afgelopen dagen meer dan gesproken. Dus ik zou zeggen, met positieve gedachten die we met z'n allen kunnen creëren, gaan we deze dit weer proberen vol te maken. Kom Freek, de vloer is yours. Kijk, jongens. Netjes. Vandaag is een dag van bloemen, muziek, lekker eten en feesten. Vandaag is ook een dag die ons herinnert aan het verleden. Met zijn onontkoombare momenten van blijdschap en verdriet. Maar belangrijk is dat vandaag ook de liefde en warmte erbij wordt en die zullen wij met elkaar delen. In de brief van apostel Paulus staat in Romeinen 12, vers 21: overwin het kwade door het goede na te streven, met als wapen de onderlinge liefde, want de liefde is oprecht. We weten ook allemaal dat waar geloof, vertrouwen en liefde is, de warmte en nabijheid waar onze God is. Hij zit in of staat in ons midden. Nu, dan is het ook zinvol dat wij voor aanvang van deze feestelijke middag en straks avond God danken voor zijn zegeningen en speciaal voor de jarigen. Laten we dus samen bidden het gebed. Onze Vader die Jezus ons gegeven heeft en daarna het gebed. Wees gegroet Maria, gericht aan de heilige maagd Maria, de moeder van Jezus. Ik ga. We gaan bidden. Onze Vader, in de heerlijkheid, in naam van de heilige, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons zegen ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is de koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Wees gegroet, Maria, gaan wij als vervolg doen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We gaan nu even zingen. En we gaan niet kijken, we gaan niet één zingen. En hij heeft Priyani Day. We prijzen hem. Ja, dat is uw naam. Ik weet niet of jullie... Ja. Hoofdfonetisch lezen. Ja, dan is het. Nu één. En het eerste. Oké. Priyani Dei, prijzen de Divi zo aan Dei. Priyani Dei, prijzen de Thank you.
Yahweh, die we praisen, die give we so one day. La no to we mekalien, et no ti ave divisien, et no ti farave. Zaterdag 13 augustus 2016. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan. Jona 3 vers 9. En de leertekst lees ik ook hier even voor. Beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Johannes 1 vers 9 en dan de liedtekst nog voor papa. Harten, één om God te prijzen, zoekt u samen bij Jezus rust. Laat uw liefde vlammen reizen tot hem, onze hoop en lust. Hij het hoofd en wij de leden, hij het licht, wij wederschijn. Hij de meester, wij broeders, die in hem geheiligd zijn. Gaan we het volgende lied weer zingen? En het is, ik dacht, gaan we niet voorbij? Ja, hè? Ja. Goed. Ja. Begin maar. Gaan we niet voorbij, o heilig hemel. Nee, oké. Dan moet je best kennen ze zeker. Seek thy face.